Die van Vroonhoven, hè? Van NSC. Dat is me toch ook van een stuitende middelmatigheid. Ja, dat is het. Met uitvallen, sterke neiging naar falen. Dat heeft ze al gedaan bij het debat, weet je nog. Ja, daar ging ze helemaal de mist in. En nu heeft ze besloten, toen dacht ze van nou, ik kan het misschien nog wel een keertje doen. En zij is dus inval kamervoorzitter, als die Bosma er niet is. Dus zij is kamervoorzitter en het debat gaat over immigratie. En daar komt op het spreekgestoelte die Van Meijeren. Van Forum van Democratie. Dat is niet mijn partij, maar totaal niet. He, want ik geloof niet dat Poetin heel erg goed is. Dat geloof ik niet, nee. En ik geloof wel dat ze op de maan zijn geweest. Dus ik ben helemaal niet voor Forum, totaal niet. En die Van Meijeren vind ik ook een beetje enge figuur. Maar goed, die NSC die hebben heel hoog in hun vaandel staan. Rechtsstaat, democratie, het noem het allemaal maar op. Zij is de voorzitter. Die Van Meijeren die begint daarover de binnensteden van de grote steden. En die zegt, ja, er zijn daar heel veel vreemdelingen. Veel meer dan de authentieke Nederlander. Ja. En dat klopt ook, pas geleden was er nog een onderzoekje en die zei dus 22% van de Amsterdammers spreekt thuis geen Nederlands. In ieder geval, hij had, daar was hij over aan het vertellen. En hup, daar komt, ja, middelmaatje van Vroonhoven. Die komt ertussen en die zegt, ho. Dit debat gaat een kant op, zegt ze, waarvan ik denk dat mensen daar aanstoot aan nemen. Waarvan ik denk dat jongen had nog helemaal niks gezegd. Die Van Meijeren, nul. Helemaal niks. En die werd al afgebroken en eigenlijk mocht hij bijna niet meer doorpraten. Nee. En toen komt hier nog een mevrouw van de Partij van de Arbeid, die ging daar eens eventjes dunnetjes overheen. Die Piri. En die roept, ja nee, hij heeft het al over theorieën van omvolking. Daar had hij het helemaal nog niet over. Nul. Helemaal nul. En wat nou democratie dan? Die gozer mocht niet eens uitpraten. En die werd al afgebroken door huisvrouwtje van Vroonhoven. Het is toch ook wat. Wat een vertoning. Wat een afgang daar. En toen zei ze ook nog eens een keer van de weeromstuit. Kun je nagaan. Wat daar allemaal gebeurt. Zei ze, jou, praat u maar weer verder, meneer Van Houwelingen. Zegt ze tegen die Van Meijeren. Nou ja, zeg. En dan komt daar gewoon zo'n middelmatig meisje. En die wordt daar in de macht, in het centrum van de macht bijna gezet. Je zit dan op nummer 2 bij een belangrijke partij. En die mag dan kamervoorzitter spelen. Nou, vrienden. Is er nou niemand in Den Haag die mevrouw even op de schouder kan tikken en zegt, hé, het is wel genoeg zo.